Ik ben hier bij Josephine en Hans. En zij wonen sinds een paar jaar hier in Italië. Ik vraag aan ze, waar lopen jullie warm voor? Nou, in eerste instantie Italië. Dus we hebben passie voor Italië al jarenlang. En zeker voor deze regio, het zuiden van Toscane en nu dus Umbrië. En we lopen warm voor alles wat Italië te bieden heeft. Mensen, eten, drinken, de omgeving, de cultuur, de mode, alles. Ja. Totaalpakket heeft Italië. Ja, en jullie verhuren hier appartementen? Klopt. Ja. Een aantal. En hoe gaat dat? Wij verhuren 7 appartementen. En ingericht. Van zo'n beetje begin april tot eind september. Ja, eind september, eind oktober. Dat ligt aan hoe de dagen zijn. Ja. De dagen vallen. En met oud en nieuw. Oh, oud en nieuw. Ja, maar dan zitten we meestal vol in een groep uit Rome en Milaan. En die huren alles meestal af voor het derde jaar al is dat gebeurd. Dus. De jaren vieren kerst thuis en oud en nieuw doen ze vaak bij. Met vrienden, ja. Ja. En wat is nou een mooie tijd om hier te komen? Ja, ik persoonlijk zeg, het voorjaar is schitterend. Het is super rustig. De natuur komt helemaal tot bloei. Lange dagen. Lange dagen. Juni is super lange dagen natuurlijk. Ja, het is een schitterende omgeving om hier mooie wandelingen te maken, te fietsen. Je kan hele mooie middeleeuwse stadjes bezoeken die echt niet ver vandaan liggen. Ja, het is gewoon een ideale mooie stek. Het ligt niet boven op een berg. Dus je kan alle kanten op in principe. Ja. Ja, ik zie hier veel wijnbouw. Ja, olijven. Ja, olijfolie en wijn. De wijnroute ook. Ja. Ja. Dus als je hier bent kun je ook nog wel een wijntour maken. Wijntour, proeverij, olijfboeren bezoeken, olijfolie kopen, proeven. Ja, allemaal mogelijk. Dit is het wijngebied van Umbrië. Ja. Met de Sacrantino wijn, de Montefalco Rosso en de Ricchetto witte wijn. Ja. En de mensen kunnen eventueel ook nog een ontbijt of zo bij jullie. Ja. Het is allemaal mogelijk. We hebben een broodjeservice. Dus als de mensen zeggen van nou we willen alleen 's morgens verse broodjes, dan hoeven ze niet naar een bakkertje te rijden. Maar we kunnen ook een ontbijtje verzorgen. Dus dat brengen we dan naar het appartement toe. Of buiten op het terras, als het echt mooi weer is. Dan serveren we het buiten. Nou, ja. Alle appartementen hebben ook een eigen tafel waar ze lekker aan kunnen ontbijten of even een lunchje of dineren. Zowel boven zijn 2 appartementen, dus heb je niet meteen een buiten, maar dan hebben we wel 2 aparte tafels voor, dat die mensen ook lekker buiten kunnen eten. Ja. En alle appartementen met een eigen terrasje voor overdag. En ze kunnen boeken via jullie website? Ja, onze website. Maar wat is dat? www.residenzatorredcolla.com. Oké. En de e-mailadres is info@residenzatorredcolla.com. Torredecolla.com. Ja. Nou, dank jullie wel voor het interview. Heel graag gedaan. We hopen veel mensen op de hoogte te ontvangen.